En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Dinsdag is er weer een nieuwe corona-persconferentie, waarin minister Kuipers waarschijnlijk verdere versoepelingen gaat aankondigen. Zo zou de 1,5 meter en de mondkapjesplicht vervallen. Zijn we daar een beetje klaar voor? We vroegen dat aan de mensen op de markt in Wijchen. We zijn er ook klaar mee en we zijn toch allemaal ook niet meer zo ziek. En nee hoor, helemaal goed. Ja? Ja. Ik verwacht dat alles open gaat. Alles? Alles gewoon weer lekker open. Ook de festivals en de nachtcafés. Van mij mag het. Ja? Gewoon doen, ja. Ik hoop alleen maar dat ze eindelijk zover zijn dat we de vrijheid terugkrijgen. Ja, voelde zich gevangen? Nou, niet echt gevangen, maar je moet toch een bepaalde regels moet je toch netjes aanhouden zolang. Ja. Ja. Nou, laat straks alles maar weer open. De ene kant wel goed, want ik heb zelf een eigen bedrijf. Ja. En die heb ik al 24 weken en 2 jaar moeten sluiten. Och, nee. Maar het is ook wel lastig, want de besmettingen lopen natuurlijk nog steeds op. En het is gewoon lastig. Nou ja, het is anders dan anders. Ik hoop ja, dat toch wel een beetje dat ze meer vrijheid krijgen. Ja. Nou, alles weet ik niet, maar ik hoop wel heel veel. Ja? Dat we in ieder geval weer een beetje carnaval kunnen vieren. Bent u nou ook depressief geworden van de coronamaatregelen? Nou, af en toe wel, dan denk ik mij, zoek maar uit. Ja. Een beetje. Ja. Dus maar ja, maak het beste weer van, dan meer kunnen we niet doen. Ik heb nog nooit zo moeite mee gehad als met de laatste maatregel of die maatregel voor Kerstmis. Dan, ja. Tot op heden dacht ik, nou het gaat wel, maar toen had ik er ook echt moeite mee. Ja. En dan denk ik echt aan de ondernemers. Nee, depressief niet, maar ik word eerder depressief van al dat weer, van dat sombere weer en die regen. Maar daar kan Rutte niks aan doen, hè? Nee, maar goed, daar word ik depressief van, maar verder niet. Ja. En verder, ja, ik hoop dat het allemaal een beetje weer minder wordt, hoor. Echt minder wordt. We zijn gedeprimeerd geworden door de maatregelen. Heb je daar ervaring mee? Heb je er zelf last van of anderen? Ik heb drie kinderen die studeren en ja, die zitten op de kamertje. Die hebben wel een probleem ermee? Nou, die hebben er wel last van. Dus u staat waarschijnlijk dinsdag op de stoel te juichen? Weet ik nog niet. Want vorig jaar was het natuurlijk ook einde voorjaar dat we allemaal gingen versoepelen en alles. Ja. En we moesten toch einde van het jaar weer de deuren sluiten. Ja. Dus ik weet het niet. Maar wat verwacht u nog meer van maatregelen? Dat de horeca weer open gaat helemaal? Ja, ik hoop de horeca. Want ik wil in de zomer ga ik altijd naar Nijmegen, dat ik een colaatje nemen. En een mondkapje er ook af, heb ik gehoord. Dat is wel lekker, hè? Ja, ik had hem nou al af mogen doen, hè? Doe hem nou maar naar buiten. Nou buiten, ja. Daarom staan we hier. Dat het binnen niet hoeft, ja. Oh, die...